Op deze regenachtige dag ontmoet ik Amber in haar woonplaats Amsterdam, in de buurt waar ze opgroeide. En hier speelde je vroeger? Ja, hier op het plein best wel veel gespeeld, gevoetbald, gebasketbald. En wat voor meisje was jij vroeger? Wel speels, denk ik. Ook wel verlegen, maar meer een soort stiekem verlegen. Van binnen verlegen. Mensen hadden dat nooit zo door. Want ik hield bijvoorbeeld ook wel heel erg van toneelspelen. Dan kon ik gewoon goed doen alsof er niks verlegens aan was. Na de scheiding van haar ouders blijft Amber bij haar moeder wonen. Kijk, ja, daar woon ik. Twee hoog. Binnen vertelt Amber over het geheim van haar afkomst, dat haar ouders voor haar verborgen wilden houden. Op haar 18e komt ze hier per ongeluk achter. Ik stond op de overloop en ik hoorde mijn moeder praten aan de telefoon met mijn tante. En ik hoorde haar iets zeggen over ja, en dan straks is natuurlijk Ambers eindexamen. En dan daarna moet ik het grote geheim vertellen. Ja, dus dat was, dacht ik, wat is dit? Wat hoor ik nou weer? Het grote geheim. Welk grote geheim? Dacht ik van, nou, dat ga ik natuurlijk wel even vragen. Dus dat heb ik direct gewoon gezegd. Van, goh, wat is dan eigenlijk dat grote geheim? Toen vertelde ze dus dat ik van een donor ben. Dan schrik je natuurlijk wel. Ja, want hoe reageerde je daarop? Ja, ik was wel heel verdrietig erover. Ik vond het ook wel naar dat zo lang niet verteld is. En dat ik er ook achter kwam dat veel mensen in mijn omgeving het wel wisten en ik niet. Oké. En waarom heeft je moeder het zo lang als een geheim bewaard? In die tijd werd het sowieso aangeraden om, ja, als je toch twee ouders hebt. Om dan te doen alsof dat de ouders zijn voor de hechting. En mijn vader wilde dat ook liever niet. Dat voor de buitenwereld bekend was dat hij niet mijn biologische vader was. En hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, aan de ene kant begrijp ik dat wel, maar ja, ik zou het nooit zo doen. Ik vind het, ja, vanuit mij gezien, of ja, vanuit, denk ik, ieder kind wat een donor is, of van een donor is, dat je gewoon de waarheid moet weten en wil weten. Amber krijgt te horen dat haar ouders voor een donor gekozen hadden met een Indische achtergrond, net zoals haar opvoedvader. Maar verder blijft de informatie beperkt. En heb je het er later nog eens met je moeder over gehad, van hoe dat gegaan is en hoe zij zich daarover voelt? Ja, zij heeft het daar ook wel moeilijk mee. Dat achteraf ook wel anders willen doen. En ja, ook wel natuurlijk omdat ze ziet dat het mij nog raakt en dat ik het er moeilijk mee heb. Mm-hmm. Dat is voor een moeder natuurlijk nooit leuk. Nee. Ik denk dat je iedereen de gelegenheid moet geven om te weten waar die vandaan komt. En op deze manier weet je dus voor de helft niet waar je vandaan komt. Want je komt uit een bank. Ja. Ik vind dat wel een belasting. Ja, anders was ik er niet geweest. Dat is dan vaak wat mensen dan zeggen. Ja, maar ja, anders was je er niet geweest. Ja, nou ja, misschien was ik er dan liever niet geweest als je dan liever niet. Zo. Dus zo diep zit dat. Ja, dat best wel. Ja, ja. Om even wat lucht te krijgen, gaan we naar buiten. Daarna vervolgen we ons gesprek en Amber vertelt dat ze via de donorbank op zoek is gegaan naar informatie over haar biologische vader. Wat hebben ze je daar verteld? Ja, als eerste kreeg ik eigenlijk te horen dat hij is overleden. Dus dat was wel, ja, een shock eigenlijk. Dat is, ja, het begin van een zoektocht eigenlijk.
En dat is gelijk, ja, houdt het daar eigenlijk op. Want ja, iemand leeft niet meer. En hoe reageerde je daarop? Ja, ik was wel heel verdrietig eigenlijk. Ik had niet de hoop dat ik een soort van vader zou vinden of zo. Want dat is niet waar ik naar op zoek ben, maar wel de persoon die het is. Ja. Omdat de donor overleden is, kan de donorbank niks voor Amber betekenen. Wel mag ze een foto maken van een document met wat sumiere, anonieme informatie over hem. Wat staat er precies? Er staat informatie over zijn afkomst. Dus dat zijn vader Europees is, was. En zijn moeder 75% Indonesisch en voor de rest Europees. En dat er 5 gezinnen zijn waarbij 8 kinderen zijn verwekt. Zo. Dus er zit een drieling tussen. Een drieling? Ja. Je ging er dus heen omdat je meer over je vader wilde weten. Maar je ging dus weg met het feit dat je 8 broers en zussen hebt rondlopen hier. Ja. Ja, toen was de prioriteit eigenlijk ook alweer een beetje verschoven bijna. Ja. Ja. En wat is nou jouw wens? Wat wil je heel graag? Ik wil heel graag hun ontmoeten. Gewoon voor zijn zus ontmoeten. Om mezelf ook te kunnen spiegelen, denk ik. Ik ben gewoon ook heel nieuwsgierig. Ja, kijken of je herkenning vindt. Amber is dus op zoek naar haar donorbroers en zussen. De donor van gedeeltelijk Indisch afkomst doneerde in het Amsterdam Medisch Centrum onder code E007. In 5 gezinnen zijn, vermoedelijk tussen 1985 en 1990, in totaal 8 kinderen geboren, waaronder een drieling. Ben jij één van hen en wil je contact met Amber? Bel dan nu met onze redactie 0800 1582 of e-mail ons.